Het is tijd voor Panna. Na Soufiane en Rocky hebben we weer een fantastische Panna-speler gevonden. Hij is Europees en wereldkampioen Panna. De 27-jarige Rotterdamse Panna-koning Gian Doest is een grote naam in het internationale Panna-circuit. De voormalige Europees kampioen heeft als bijnaam de Tasmanian Killer vanwege zijn spectaculaire 360 graden moves en zijn instinct om in een split second toe te slaan. Bij Koning Voetbal heeft hij slechts één opdracht: zijn tegenstanders zo vaak mogelijk door de benen spelen. Een groot applaus voor Gian Doest. Wow. Een Europees en wereldkampioen. Hoe wordt iemand wereldkampioen panna? Ja, gewoon heel veel panna's geven en gewoon de beste zijn, hè? Ja, dat is het beste antwoord wat je kan geven. Oké, wij gaan panna spelen dit seizoen met jou 1-1. Je wil weten het, een panna is 2 punten waard en een doelpunt is 1 punt. We spelen 1 minuut en het team met het beste resultaat, die wint. Goed, wie... Oh, wie van jullie gaat het doen? Als ik het niet dacht. Wie van jullie gaat het doen? Joël. Joël! Joël, neem plaats. Mag ik de bal? Oké. Okay. Neem plaats in het doel, allebei. Mag ik coachen? Wacht, Luis, coachen, ga jij houden. Luis Ulrike. Klaar! Benen dicht, gewoon een beetje dicht. Oh. Top. Ja! Hey! Hey! 1 punt! 1-1-1-1-1-1! Ja! Wat loop je nou? Ga maar kijken! Oh, klasse, joh! Ga maar kijken, is 1 punt! Wat loop je nou, man? Is 1 keer met benen! Oh! Wat klopt niet? Nee! Oh! Die laat echt. Ja, ja, ja! Even met benen voor je. Als je binnen moet schieten, dan wint hij. Heb je dat gedaan? Hey, kom op dan! Met die pannen! Ja! Yeah! Ah, was geen pannen. Was geen pannen. Nee, was geen pannen. Oh! Doe het! Doe het! 3. Het is 2-1 voor Jant geworden. Oké, okay. Wie van jullie gaat het doen? Ik moet doen, hè? Ja, Jeroen. Jeroen gaat het doen. Yeah! Yeah! Nou, nee, plaats, Jeroen. Ik laat het lopen, maar er staat nergens op. Jeroen. Een meevoetballende keeper. Ga gewoon in die goal liggen. Ben ik klaar voor? Kan die? Ja. Daar gaat hij. Ja! Kom op, Roemer! Nee! Oh! De speler! Ja! Scoren! Ja! Geef een applaus. Ja, tot volgende week. Hij was helemaal niet warm, weet je wel. Wat daar denk ik.